Hoi, leuk dat je kijkt naar Paardenpraat TV. Ik ben vandaag op Jumping Amsterdam, want ik ga eindelijk een paar van jullie ontmoeten, een paar kijkers. Nou, ik ben super zenuwachtig, ik vind het ook heel leuk, want jullie zijn vast allemaal heel aardig. Dus ja, ik zou zeggen, kom maar mee en laten we beginnen. Hoi Esra. Zijn jullie allemaal paard? Ja. Ja? Ja. Ja. Kijk jij mee? Iedere week, altijd. Barcelona. Ja. Ja. Rino. Ja. Flash. Ja. Oh, help. Oh ja, we hebben ook nog Blue gehad. Die is ook wel eens geweest. We zijn hier bij de losrijpiste. Hier kun je heel leuk pony rijden. En hier achter mij zijn ze aan het losrijden voor het voltigeren. Het is hier super leuk en ik ga hier even kijken. Natuurlijk, allebei. Paardenpraat TV. Een paard op je trui. Een hele mooie met glitters. Oh, in een dagboek zelf nog. Paardendagboek. Voor mij zijn allemaal kinderen aan het paardrijden en toen ik hier naartoe kwam, toen kwamen er ineens heel veel mensen op mij af die allemaal paardenpraat kijken. En het is natuurlijk super leuk om eindelijk al die mensen een keer te kunnen zien. Hier achter mij zijn ze aan het voltigeren en dat is eigenlijk gymnastiek op je paard. Het paard wordt dan gelongeerd en die mijnen die zijn echt super goed. Die kunnen op hun paard staan en allerlei andere oefeningen en het is eigenlijk een soort van turn. Het is super mooi, dus je moet maar even kijken. Als het nou niks wordt met mijn dressuurcarrière, dan kan ik altijd nog dit gaan doen. Hallo. Ik hoorde mijn naam. Yes? Kijken jullie naar paardenpraat? Ja. Allebei? Kijken jullie dan ook allemaal naar paardenpraat TV? Ja. En rijden jullie dan ook allemaal paard? Ja. Hoe vaak rij je in de week? In principe iedere dag en dan vaak ook meerdere paarden. Maar ja, nu ben ik aan het studeren en heb ik eigenlijk nog maar heel weinig tijd. Dus nu rij ik alleen maar in het weekend. Wat is de grootste tip die je mij kan geven? Nooit stoppen met paardrijden. Voor de rest van je leven. Ook als je een oud omaatje bent, moet je blijven paardrijden. Spring je ook wel eens? Ja, soms. Maar eigenlijk kan ik dat helemaal niet zo heel goed. Want ik ben vroeger heel vaak afgevallen met springen. Toen vond ik het niet meer zo heel leuk. Dus toen ging ik maar dressuur rijden. Hoe lang heb je je eigen paard al? Toen ik 10 was, toen kreeg ik echt mijn eerste eigen paard. En toen sindsdien heb ik eigenlijk altijd gewoon eigen paarden gehad. Hoe ben je op het idee gekomen om Paardenpraat TV te beginnen? Ja, mijn moeder rijdt paard. Ik ben altijd vanaf jongs af aan getraind door mijn moeder en door allerlei andere trainers. En ook door Olympische ruiters. Dus ik heb altijd één op één heel veel dingen geleerd. Maar niet iedereen die heeft dat. En als je naar de manege gaat, ben je toch vaak in een groep. En dan leer je de dingen toch vaak wat minder goed. En ik wilde graag duidelijke filmpjes. En deze jongens, die vandaag met mij mee zijn, die werken bij een filmbedrijf. Dus dan zijn we gaan samenwerken en dan kunnen zij mooie filmpjes maken. En ik kan vertellen over paarden. Wat is je lievelingseten? Wat is mijn lievelingseten? Ik vind pizza heel lekker. En pas eigenlijk alles wat Italiaans is, vind ik wel heel lekker. Wanneer was je eerste wedstrijd? Mijn eerste wedstrijd was toen ik 8 was. En dat was een officiële wedstrijd en toen was ik eerste. Dus dat was leuk. Toen vond ik het leuk. Toen ben ik blijven rijden. Oeh, moeilijk schrijven. Top. Hier achter mij vindt straks de paard-pony-praat. En dat is een soort van wedstrijd. En dan gaat er eerst een internationale springruiter een rondje springen. En die moet dan foutloos zijn. En daarna komt er een jonge iemand, een kind. En soms is het een eigen kind van de springruiter. En die doet dan ook een rondje springen. En dan gaat het er eigenlijk een beetje om wie dan natuurlijk de beste is.
Deze meiden zijn een van de winnaressen van de kaartjes die we hebben weggegeven voor Jumping Amsterdam. En ik heb ze even gestrikt voor een klein interviewtje. En ik wil eerst weten hoe jullie heten. Nou, ik ben Amber. Amber, en jij? Isabel. En jullie rijden allebei paard, neem ik aan? Ja. Hoe lang al? Ik denk 8 of 9 jaar. Oh, dat is al best wel lang. Ja. En jij? Ja, ik ook zoiets. Sinds mijn 7e al. Hebben jullie ook een eigen paard? Nee, maar als ik mijn examen heb gehaald dit jaar, dan gaan we kijken. Ah, dus het zit er wel aan te komen. Ja. En jij? Nee, maar ik heb wel een verzorgpaard. Je hebt wel een verzorgpaard. Dan zou je later wel een eigen paard willen? Ja, heel of graag. Nu al? Ja, ik wil het wel. Maar mijn ouders vinden het een beetje te duur. Ah, iedere dag vragen. Ja. Ze vinden mij vast niet zo aardig nu ik dit zeg. Sorry, ouders. Wat vinden jullie nou cool? Cool, ja, aan Paardenpraat TV. Nou, ik vind het vooral heel leerzaam. En ja, het is gewoon leuk. Het is gewoon leuk. Ja, het is gewoon leuk om dan te kijken als je uit school komt of zo. En dan leer je wel van. Dus dat vinden wij wel heel leuk eraan, ja. Want zulke programma's vind je dan bijvoorbeeld niet op tv of zo? Nee, klopt. En je leert wel echt wat over paarden. En dat is wel een hele grote passie. Dat heb je niet zo vaak op de televisie. Ja. Hey, ik wil jullie super bedanken voor het interview. Heel veel plezier vandaag. Dankjewel. En misschien zie ik jullie zo nog wel even. Ja, en bedankt voor kaarten. Ja, graag gedaan, hè. Doeg. Doeg. Ik heb vandaag superveel kijkers ontmoet, superveel fans. En echt, nou, veel meer dan ik eigenlijk had verwacht. En daarom heb ik besloten om een fandag te organiseren. Bij mij thuis op stal op zaterdag 21 februari. En ja, het wordt superleuk. We gaan demo's doen en een rondleiding. Je kunt al je vragen stellen. En wil je daarvan op de hoogte blijven? Abonneer je dan hieronder op Paardenpraat TV. En hou ook zeker Facebook goed in de gaten. Bedankt voor het kijken en tot woensdag. Doei! Zo, kijk eens wat ik voor jou heb. Wel even het kaarsje uitblazen natuurlijk. Kijk eens, en als je nou klaar bent, dan mag je hem lekker opeten.